In dit filmpje krijg je van mij een hele flinke portie kerstinspiratie. En al dat moois is allemaal van het Stampin' Up! Merk. En ik ben Sandra Kleine en ik ben een onafhankelijk Stampin' Up! Demonstrator. Dat betekent onder andere dat je Stampin' Up! Artikelen via mij kunt bestellen. En het betekent ook dat ik natuurlijk van alles met Stampin' Up! Maak en aan je laat zien, zodat jij lekker wat weg kunt dromen of lekker inspiratie kunt oppikken voor een mooi project om zelf te maken. Dit keer werk ik met het hele mooie papier Lights a Glow. In het Nederlands noemen we het feestlichtjes designpapier. Al dit moois staat in de mini-catalogus van het najaar 2022 op bladzijde 30 en 31. Dit is een hele uitgebreide collectie van bij elkaar passende producten. Vandaag focus ik mij vooral op het designpapier en de leuke pareltjes en het lint. Want ik laat je weer zien hoe je daar heel mooi mee kunt combineren. En je kunt dit allemaal samen kopen in een kleine surprise set, zoals ik dat noem. Sandra's Stampin' Smart Surprise Set. En dit keer dus met het feestdichtjespapier. En dan krijg je van alles en nog wat in zo'n pakketje. Ik maak elke maand zo'n pakketje en in de maand september doe ik er dus twee, want we zitten van zomer richting kerst. Dus ik had even een zomerstintje gegeven en vandaag is het allemaal kerst, kerst, kerst. Wat zit er in de surprise set? Daar zitten 6 velletjes in van het mooie designpapier. In dit hele pakketje van het designpapier zitten 12 verschillende vellen met 12 verschillende voorkanten en 12 verschillende achterkanten. Dus 24 patronen in totaal. In de surprise set zitten altijd 6 van die velletjes. Dit papier is 15,2 × 15,2. Zo komt het uit de fabriek. Ze kan het ook niet groter aanleveren. Denk je nou van, oh, ik vind dat feestlichtjespapier helemaal fantastisch, de rest hoef ik niet. Alles is altijd bespreekbaar en mogelijk. Een heel pakket van dit papier bevat 48 vellen en kost 19 euro. Je kunt ook altijd meedoen met een ander ding wat ik organiseer. Dat zijn het samen delen pakketjes gebeuren. Een paper share in het Engels. Dan geef je je op om een kwart van dit pakket papier te kopen. Dan krijg je alle 12 verschillende velletjes en dat kost dan 4,75. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Oké, back to business. Ik ga aan de slag en tegelijkertijd ook opruimen. En dan kun je alles voorbij zien komen wat er in die surprise set zit. Je krijgt dus 6 velletjes designpapier. Ofwel bijvoorbeeld deze 6 varianten met deze 6 achterkanten. Of misschien deze 6. Ik stel altijd het pakketje samen, zodat er een mooie afspiegeling is van alles wat erin zit. Dus je krijgt niet alleen maar rood of zo, je krijgt van alle kleurtjes wat. Dat krijg je dus, 6 designpapiertjes. Je krijgt 3 stukjes speciaal papier. Goudfolie glanspapier, het witte sneeuw fluweelpapier en dit distressed goudpapier. 3 van deze stukjes zitten erbij. Het pakketje kost dit keer 6 euro. Je krijgt er zo'n 23 centimeter van het hele mooie, chique, vanillekleurig met goud lint. Aan de kant. Daarnaast, dit is het voorbeeldkaartje, krijg je altijd 5 vellen dik cardstock kaartpapier. In 5, ach, poes is ook in de buurt geweest, sorry. Je krijgt dus 5 van deze kleuren, allemaal A5 formaat. Allemaal in de bijpassende kleuren. Je krijgt 10 van die hele leuke pareltjes. Die pareltjes en heel vaak de decoratie van Stampin' Up zijn natuurlijk niet altijd de goedkoopste soorten die je kunt vinden. Maar ze zijn wel heel vaak heel mooi. En deze pareltjes, vooral die gouden en die zilveren, die zijn echt, nou echt heel erg mooi. Ja, ik weet het, ik ben heel erg. Oké. Je krijgt ook altijd 2 stukjes A5 papier stempelpapier. En dit keer krijg je een stukje Basic White en een stukje Very Vanilla. Want het papier heeft en wit en vanillekleur als basispapier. Dat was al heel veel. Dan krijg je altijd nog even een kleine verrassing uit de oude doos. Bijvoorbeeld zo'n 23 centimeter van dit Cherry Cobbler donkerrood lint. Deze 2 leuke paperclipjes uit de oude doos. En 2 velletjes extra. Vond ik gewoon leuk. 2 velletjes extra kerstpapier. Kan van alles wezen. Die krijg je er ook nog bij. Alles voor 6 euro. Okidoki, dit is een hele leuke voorbeeldkaart en die ga ik namaken. Ik wil je heel graag laten zien hoe je lekker efficiënt met je designpapier kunt omgaan.
Een aantal weken geleden heb ik een filmpje gemaakt over dat leuke pearlized enamel spul, waar je die leuke dingetjes mee kan maken, dat waar je druppeltjes, pareltjes mee kan maken. Daar had ik een filmpje gemaakt en dan liet ik je zien hoe makkelijk dat was. Dit zijn die kaartjes die ik toen liet zien, met het grijze, het rode en het witte parelspul. Nu heeft dit een poosje bij mij in de kast gelegen en ik moet dan toch zeggen, ze waren heel mooi bol, maar ze worden wel toch een beetje afgeplat. Maar ik blijf onverminderd enthousiast over dit hele gave spul. Het is zo makkelijk en zo leuk om perfecte pareltjes mee te maken. Hier heb ik deze nog gebruikt. Dit is een nieuwe, die had je nog niet in het filmpje kunnen zien. En heb ik een hele leuke kerstboompje gebruikt. Die set heb ik hier liggen. Dat is deze. Oh, zit nog. Kijk, dat is deze stansen en daar hoort deze stempelset bij. Daar word ik heel blij van, want deze kerstboom past om deze stempel heen. En tegelijkertijd maak je dan ook een klein randje. Dus hier zie je de buitenkant van die kerstboom. En dan heb ik die leuke lampjes in goud gedaan. Maar hier, dit voorbeeldkaartje, ook hetzelfde principe dus weer, zie je de buitenkant van dat ding. Ik heb dat allemaal in één keer op een foam sheet geplakt, dat dikke spul, en door de stansmachine gehaald. Dus daar heb ik mijn boompjes, daar staat echt superleuk, extra 3D opgeplakt. Dit papier, deze kaarten bedoel ik, hebben allemaal de maat 14,3 bij 10. Of als je dat mooi vindt, zoals deze heb je een kleiner randje, allemaal standaard 14,1 keer 10,1. Dan hou je van het designpapier, wat altijd 15,2 centimeter breed is. Hier heb ik zo'n volledig velletje, of bijna volledig velletje. Als ik daar een stuk van 10 centimeter afhaal, hou ik een stukje over van 5,2. En dat is weer handig, want al die stukjes die ik heb overhouden bij dit papier, 5,2 centimeter, daar heb ik weer andere kaartjes mee gemaakt. En heb ik als achtergrond weer gebruik gemaakt van al dat mooie papier uit die feestlichtjesserie. Even kijken of ik kan herleiden. Dit is een extra die ik gewoon apart heb gemaakt. Dit ga ik je zo laten zien. Hier zie je de rand met die sneeuwkristallen die over is gebleven van deze kaart. Heb ik ook weer achtergrondpapier gepakt uit dezelfde serie. Dat past altijd perfect bij elkaar. Kijk hoe mooi die bokeh-cirkels rondgaan, doorlopen. Maar als ik 5,2 overhoud, kan ik daar twee strookjes uithalen van 2,6. Even kijken of ik die andere strook ook nog weer tegen kan komen. Yes. Kijk, hier heb ik ook een strook. En dit dus bedoel ik met lekker handig en efficiënt met je papier bezig. Hier zie ik mijn grote vorm achtergrondpapier met de sneeuwkristallen. Deze twee strookjes heb ik overgehouden. Even checky check. Ja, 2,6. En heb ik aan beide zijdes een stukje goudpapier geplakt. En onder dit zit even niks. Daardoor kan ik uit mijn volledige A4 papiertje, mijn volledige 15,2 papiertje. Even kijken of ik ze makkelijk kan vinden, want ik zag ze net voorbij komen. Kijk hier. Zo'n papier is 15,2 bij 15,2. Ik ga je laten zien hoe je heel precies dus netjes kunt werken, dat je twee achtergrondjes uit één papier kunt halen. Dat is deze variant. Dan heb ik ook natuurlijk nog die zwarte. Daar heb ik dit mee gedaan. Zwarte, ook weer twee strookjes over, weer goud links en rechts gedaan. Hier heb ik met dat mooie fluweelpapier, dat witte fluweelpapier, heb ik geëmbost. En dat heb ik geëmbost met dit ding. Dat is een smalle en hele mooie sneeuwkristallen. Die staat in een jaargids. En dat staat op dat zachte papier, staat dat heel leuk bij elkaar. En zwart, goud en wit past heel mooi bij de kleur bruin crumb cake. Even een sneeuwkristalletje erbij, wat leuke zwarte pareldingen en ready to go of ready to mail. Hier had ik trouwens toen ook gebruik gemaakt van die hele handige sterrenpons. Die staat ook in de jaargids, waarbij je met één druk op de pons 1, 2, 3, 6 leuke sterren krijgt. Heel makkelijk en heel handig, zoals je hier kunt zien. Dan had ik ook deze gemaakt.
toen in dat filmpje. Daarbij heb ik dit gedaan. Hier heb ik het niet gedaan, 2,6 keer 2,6. Want dan kreeg ik zo'n halve kerstboom en ik denk dat ziet bijna niemand dat dat een kerstboom is. Dus hier heb ik wat gesmokkeld, zodat deze mooie kerstboom in het midden uitkwam. En links en rechts weer een goud stukje gedaan. Een mooi label erop. Hier zie je weer één zo'n heel mooi glimmend klein pareltje van deze suite. En zo zie je dus, heb ik hier de hele papier gebruikt. Deze strook weer samen met een leuk achtergrondpapiertje uit die hele reeks. En je bent weer een stapje verder. Toen dacht ik, dit ga ik ook nog maken. En daar hield ik natuurlijk ook weer wat van over. Even kijken, heb ik daar ook iets mee gedaan? Nee, die ligt nog op de nominatie, denk ik, om iets mee te doen. Heb ik nog niet verwerkt. Zometeen heb ik nog een paar voorbeeldjes voor je. Nu ga ik je laten zien hoe ik dat aanpak. Grapje, grapje, grapje. Ik heb weer eens mijn snijmachientje niet hier. En er is nu niet een lieftallige assistent die het even snel kan geven. Dus... snijmachientje er even bij. Zo. Snijmachientje uit het verleden, dat weet ik helaas. Zit hij niet in de collectie meer, maar hij is wel heel handig. Dit wil ik je laten zien. En ik ga dit keer maken iets met de kleur rood. De rode kleur in dit papier is Sherry Cobbler. Mooi donkerrood. Ik ga een basiskaart maken van wit Basic White dik papier. Dat is net wat steviger dan het Basic White stempelpapier. Die heb ik in het midden al gerild. Dit is gewoon een halve A4. Waardoor mijn kaartbasis zometeen 10,5 keer 14,8 is geworden. Dit wordt mijn basiskaart. Daarop wil ik dus heel graag dit leuke design maken. Ik heb daarvoor dit stukje overgehouden. Donkerrood. Mooi. Hier heb ik ook een ander voorbeeldje trouwens mee. Ga ik je zo meteen laten zien. Maar de andere helft heb ik ook al iets mee gedaan. Wat zit hier op de achterkant? Oh, een rode bouquet. Oké, dit is mijn strookje. Dit strookje. Vervolgens heb ik dit al gesneden. Dit is dus waarschijnlijk 2,6. En ik heb de hoogte genomen dit keer van 14,1. Waardoor je het smalle randje krijgt. Maar 14 is ook heel, heel goed. En wat zeg ik nou hier? 14,4 bedoel ik. 14,4 is de hoogte van dit. En je kunt heel goed ook 14,3 doen. Maar net wat je zelf leuk vindt. Het heeft te maken met hoeveel ruimte ik in mijn kaart overhoud. Dus dit is een smal randje. Dan is dit een kwestie van 14,4. En de totale breedte wordt 10,1. Maar ga ik helemaal niet opmeten. Ik ga wat anders opmeten. Ik heb dit papier gekozen voor de achtergrond. En ik heb dus ook twee strookjes gold. Heet in het Nederlands goud. Glans foliepapier. Zo moet het worden. Oké, ik ga bijna altijd alles werk ik met gewone onze hele handige fijne lijm. Maar als je met lijm werkt, ben ik zelf heel vaak geneigd om overal, heb ik overal lijm zitten. Als je daar aan een mooie glansfolie zit, dan krijg je heel vaak lelijke plekjes en dat is een beetje jammer. Daarvoor heb ik dan zo'n heel handig klein rolletje liggen. Dit is niet de allerbeste kwaliteit rolletje. Ik gebruik het bijna nooit. Maar dit is een rolletje wat eventueel nog wat flexibel, hoop ik, kan zijn. Nu ga ik... Nou ja, ik ben bang dat het niet zo flexibel is. Eigenlijk moet ik nu dus zeg maar in één keer het strookje hierop vastmaken. Rustig blijven, zonnetje. Kijk, het zit al vast, is vast. Dat vind ik, zie, het valt reus mee. Dat vind ik altijd het nadeel met de rolletjes. Oh, dan wordt het wel een breed strookje, maar ja, geef niet. Ik hoop dat dit zo recht is. Okidoki. Op mijn kaartje, eerste strookje aan de rechterkant, heb ik zo ongeveer 2 centimeter voor gebruikt. 2 centimeter van dit. Dit heb ik al op maat gemaakt, dus de breedte, of de hoogte is dus 14,4. Checken of dat klopt. Ja, dat klopt. Nu heb ik het snijmachientje gepakt. Ga ik 2 centimeter hiervan afsnijden. Ik vind dat de slingers zo moeten. Dus ik ga 2 centimeter afsnijden, wat hartstikke lastig is. Maar ja, wat doen we eraan? Ik had beter die andere snijmachine kunnen pakken, gewoon de grote. Maar ja, ik ga nu nog een keer naar de kamer rennen. Even goed kijken of het recht gaat. Op hoop van zegen. 2 centimeter. Yes. Die plak ik op mijn basiskaart met lijm.
Zo wou ik de slingers hebben. En dan kijk ik meteen boven, onder, links, rechts heb ik een mooi gelijk randje. Yes. Nu is het de bedoeling dat dit hier op komt. Maar voordat ik het op kan plakken, moet ik natuurlijk dit goudrandje er ook nog aanmaken. Dus ik pak weer mijn rolletje. Oh, dit is ook meteen het nadeel waarom je beter niet deze rolletjes kunt kopen, Sandra. Dit is weer een crisisding. Oké, we moeten dus overstappen op lijm. Ik hoop dat het goed gaat. En dan kun je dus, dan moet ik weer voorzichtig zijn. Oké, lijm erop. Maar oké, wel handige schuiven, geef ik eerlijk toe. Oh, verkeerde kant. Zo. Het is wat mij betreft niet belangrijk dat deze strook net zo breed wordt als die strook. Zie je dat hier een kleine frummel zit? Dus die doe ik onder het papier. En nou, dit vind ik het zelf dus eigenlijk ook. Als ik gewoon wat rustiger werk, dan kan ik ook beter lijn pakken, Sam. Oké. Oh, kijk, daar heb je het al. Dan zit ik aan de andere kant vastgeplakt en die roller kapot voor Dickie. Zo. Oh. Wat ben ik nou mee bezig? Ik heb lijm op de verkeerde gedaan. Ik heb lijm daarop gedaan. Oh, wat erg. Ik denk, kan dat nou weer? Oké, lijm daar. En nu moet het hier op. Oh, dan heb ik daar ook nog een lelijk stukje gemaakt, geloof ik. Dat friemeltje moest zo vasthouden. Niet zenuwachtig worden. En vast met die handel. Yes. Oh nee, dat ik zit alles onder. Oh, ik ben weer lekker bezig. Oké, ik leg dit nu even hier op de kop voor jou de show. Dit wordt nu zo breed. Zie je dat? Nu pak ik mijn lineaaltje er weer even bij. Dan ga ik ongeveer kijken. Zie je dat als ik een stukje neem van 5 centimeter, dat ik ook nog goed uitkom? En dan zit ik dus in totaal op 2 plus 5 is 7. Heb ik zelfs nog een beetje speling, want de helft van mijn papier is 7,6. Dus als ik nu een stukje afsnijd van 5,2 of zo, dan neem ik deze lijn gewoon even. Dus net ietsjes meer dan 5. Zo. Dan heb ik nu met dit papier nog voldoende over om nog een gelijk achtergrondje te maken van eerst 2 en nog een stuk. En daarvoor kan ik dan straks, ligt ongetwijfeld in de kamer, het restantje, dit papier, weet je nog dat ik dat liet zien met deze? Hier heb ik ook nog weer 5,2 centimeter van over. En dat staat wel weer hartstikke leuk bij dit rooien. Dus ik denk dat ik daar dan straks ook nog één mee ga maken. Oké, dit heb ik nu uitgelegd. Dus super efficiënt gebruik maken van wat je in huis haalt. En dan kun je een heleboel leuke dingen maken. En zo'n klein pakketje, zelfs met 6 van die velletjes, heb je dan zomaar toch weer een aantal hele leuke kaarten kunnen maken. Dus je hoeft niet altijd per se bergen met spul te hebben om iets leuks te kunnen maken. Wat je wel even moet opletten, is als je zo'n doorlopend patroontje doet, dat je de kanten, dat je mijn goede kant, zeg maar, ik hoop dat ik dat doe, door laat lopen. Ik zal je even laten zien, want, waarom zeg ik dat? Ik vond zelf dat ik dit niet goed had gedaan. Ik denk dat niemand dat ziet, bijna niemand het ziet als je zo'n kaart krijgt. Maar kijk, zie je dat hier is die slinger zo hoog en hier begint hij opeens wat lager. Dat vind ik dan eigenlijk, moet dat niet. Maar ja, oké, dat is geheel tezijde. Nu kan ik mijn strook op het midden opplakken. Hier had ik al wat lijm zitten, maar dat doen we nog maar even wat. Zo, en dan heb je die hele witte strook, zie je helemaal niks van. En heb je het helemaal netjes. Helemaal netjes. Even mijn schaartje. Deze Piet Lut die vindt dat hele kleine miserige stukje goud. Ga ik proberen om netjes daar weg te knippen. Oh, zit ik ook in papier. Ook vind ik het een heel handig idee. Oké, nu kan ik nog wel even kijken. Ik doe het zo. Want hier zit dus een raar punt. Zie je dat? Dat heb ik net gedaan. Wat ik zo lekker bezig ben. Zo. Hier is hier wat, omdat mijn vinger daar vast zat, waarschijnlijk wat opgebold. Geeft niks, want ik ga er ook nog een leuk label op maken. En het leuke label heb ik dit keer hiervan gemaakt.
Want dit is ook een patroontje dat in dat papier setje zit. Even kijken of ik hem hier... Hij is er in het groen, soft succulent groen. En in het rood heb je 4 van deze hele leuke achtergrondlabels. Daar heb ik een rondje van gestanst met een hele leuke nieuwe stanser set. Deze. In het Engels heet die Labels A Glow. Allemaal leuke gaatjes mee maken. En daar heb ik dus dat rondje met dit leuke label gemaakt. En dat ga ik hier gewoon zo... Het is wel een beetje jammer, het is wel een beetje groot. Bijna vind ik het eigenlijk te groot. Dus dat ga ik nog niet opplakken. Want ik denk dat ik in ieder geval met die ene pons, die trio pons, de hoeken eraf ga halen. Dan heb ik meer, hou ik meer over. Ik dacht dat dit heel leuk zou staan, maar ik vind het een beetje groot. Dus met een beetje geluk laat ik je nog eens in een nieuwsbrief zien wat ik ervan gebakken heb. Of komt hij toevallig een keer voorbij. Ik ga er even over dubbel of ik dit zelf zo wil. Want dat vind ik eigenlijk, dan zie je bijna niks van die achtergrond meer. Ik denk dat ik gewoon een rode Sherry Cobbler cirkel ga maken. En die hierachter ga plakken. Dit tekstje. Ik zie dat zit. Dat bedoel ik met lijm. Ik zit overal weer lijm aan mijn vingers zitten. Het tekstje komt uit de Peaceful Deer. Sending Love and Peace. Dus hier moet nog even een leuk opkomen. En... wat mij betreft een paar pareltjes en ik ben helemaal klaar. Want ik vind dit papier al zo mooi. Maar je zou nog een heel klein, je zou nog een klein sterretje of weet ik veel wat. Kortom, dit is wat ik bedoel met lekker efficiënt papier. Heel mooi papier. Past super goed bij elkaar. Heerlijk werken. Heel erg fijn. Heb ik dan nu alles laten zien wat ik wilde laten zien? Nee, hier had ik nog een paar voorbeeldjes. Deze bijvoorbeeld. Met Very Vanilla. Hier zie je het label en die gaatjes heb ik ook gemaakt met die labels A Glow die ik je net liet zien. Die stemstansen set. Ik zie een hele leuke die. En dit zijn losse dingetjes die je kunt plaatsen waar je maar wilt. En hier heb ik ook... Oh ja, dat wou ik doen. Ha, hi, ho. Ik heb hier gekregen voor mij zo'n leuk paperclipje bij uit de oude doos. En die heb ik hier ook ergens neergelegd. Oh, soms word ik zo moe van mezelf. Hè. Dan ben ik zo, hupsieke, gooi daar maar neer. En dan denk ik, oh ja, wacht even. Het is niet echt handig, Sam. Waar zijn die dingen gebleven? Een hele pot heb ik hier nog op de kast staan. Hier loop ik een leuke kerstpompje bij doen. Hoe heb ik dat gedaan? Dit label komt straks ergens daar. Dat heb ik als volgt opgeplakt. Met de mini glue dots. Die, even kijken hoor, waar zit die? Hier. Hé, mijn allesschaar ligt ook nog weer in de kamer. Jongen. Eigenlijk wil ik geen glue dots knippen met mijn mooie pepersnipskaartje. Want die schaartje, die is lekker scherp en dan krijg ik een lijm aan. Maar ja, ik ga niet... Ik moet echt nog weer even goed inkomen als je filmpjes maakt. Ik ben natuurlijk heel lang op vakantie geweest. En dan raak je gewoon een beetje uit de relatie, zeg maar. Van wat moet ik ook, waar moet ik allemaal wel niet aan denken? Je moet echt aan 101 dingen denken als je een filmpje gaat maken. Dat je dat even weet. Even kijken, ik ben nou echt lekker bezig. Ik heb zo'n glue dotje, dat heb ik minder geknipt. Dat zag je wel. En daardoor krijg ik een heel klein stukje glue dot. Die wil ik dan zo achter dat paperclipje hebben. Zodat je, als je het kaartje bekijkt, er eigenlijk niks van ziet. Dat wil ik ook bij die... Zie je dat heel klein stukje? Die rol ik dan nog even een klein beetje om. En dan krijg ik een heel klein beetje van die dot. Die wil ik niet aan de bovenkant hebben, want dat staat echt niet netjes. Zie je nou wat ik bedoel met als ik met lijm zit te kliederen? Dan zit ik er altijd onder. En tot overmaat van ramp zit ik het dan ook misschien wel weer eens hier en daar op een werkje te smeren. En dan ben ik mijn lijmgum kwijt. Dus die moet ik ook nog weer nieuw ergens vandaan toveren. Oké, dit is dan mijn ideetje. Oh, kijk hoe goed dat plakt. Zal ik hem op deze doen? Staat misschien wel geinig, hè? Of op die? Nee, daar valt hij veel minder goed op. Hier komt mijn kerstboom en red ik maar wel met dat label. Je ziet er eigenlijk niks van. Die... Ik wil niet dat je die vieze lijnbot ziet.
Kijk, dan heb ik hier ook gedaan. Zie je, daar zit een lijn dotje. Je ziet het bijna niet. En het zit hartstikke goed vast. Zelfs hier is het minimaal met twee van die kleintjes. Maar het staat heel leuk. Happy Beppy! Ik hoop dat ik je lekker heb kunnen inspireren. Oh, ik heb nog twee andere voorbeeldjes. Prachtig papier. Superhandige methode. Lekker bezig. Al zeg ik het zelf. Hier heb ik nog met het zwart, wat het best lastig is, iets gemaakt. Die zwarte sterren heb ik dus ook weer. Dit keer heb ik dus gebruik gemaakt van dat Distressed Gold papier als strookjes. Heb ik ook met dat Distressed Gold de sterren gemaakt. En hier zie je de embossing folder Woodland. Whimsical Woodland. Dat is een groot folder met allerlei leuke bomen erop gezet. De folder heb ik met zwarte memento inkt bewerkt. En toen door de machine gehaald, waardoor ik een afdruk krijg van grijs tinten. Dat vind ik zelf leuk, want dan komt dat weer terug in dit papier. Het is niet meteen super somber, maar het is een beetje nacht en de sterren schijnen. En dit tekstjes, die zal ik je ook nog even laten zien, die komen ook weer uit een stempelset. En hier heb ik het gedaan op dat zachte fluweelpapier. En hier heb ik het gedaan op gewoon wit, basic white papier. Dus ook dat is verschillend. Ik vind het zelf leuk. Dan nog even die Nederlandse teksten. Dat ik ook nog klaar. Ik heb wel een heleboel klaargelegd, maar net weer even een paar dingen vergeten. Dit zijn twee van de Nederlandse stempelsets met kerstteksten. Soms schijnt het licht net verkeerd. Dit is één hele leuke. En hier heb ik die volop lichtpuntjes van gebruikt. En die gebruik ik ook heel vaak. Dat was het. Ik denk dat ik wel aan de slag kan nog even. Dit is met Garden Green gedaan. Dit is Old Olive. Ook weer twee groen kleuren van Stampin' Up. Ik wens jou heel veel succes met je kerstkaarten, als je ze gaat maken. Ik wens je ook een hele fijne dag verder, of een fijne avond, of weet ik veel wat, wanneer jij het ook maar kijkt. Heel graag, tot de volgende keer. Doei!